Nou, regelmatig mag ik komen bij bestuurskamers om iets te vertellen over goed werkgeverschap. De organisatie heeft dan de ambitie om in 2017 of 2018 het podium te pakken als beste werkgever. En dan mag ik even langskomen om aan te geven hoe de organisatie dat dan zou moeten aanpakken. En binnen die bestuurskamers kom ik toch wel achter achter leuke leuke dingen. wat wat mijn eerste instantie opvalt is dat het bijzonder vaak over over geld gaat. als ik eventjes van tevoren daar daar zit, dan gaat het eigenlijk met name over over geld en weinig over over mensen. en wat ik dan wel mooi vind is op het moment dat het lukt om een een, een bestuurder van te overtuigen of nou niet zozeer te overtuigen, maar ze inzichtelijk te maken dat uh, uh, dat je de performance van je organisatie niet alleen maar verbetert door bijvoorbeeld nog verder te bezuinigen of door de druk op je medewerkers nog verder te vergroten, maar dat je de performance van de organisatie met name kan vergroten wanneer de bevlogenheid van medewerkers weet te vergroten. Want een bevlogen medewerker levert zo ontzettend veel meer op voor een organisatie terwijl die medewerker precies hetzelfde kost. En wat ik ook merk is dat zo'n raad van bestuur best wel ermee bezig is van ja, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we relevant blijven? Hoe kunnen we ervoor Zorgen dat we niet de volgende Kodak of Nokia worden die in feite de strijd aan het verliezen is. Dat we dus continu blijven innoveren en dat we voldoende aanpassingsvermogen hebben. En ook daar. De sleutel van is bevlogenheid. Dus wanneer je in staat, je medewerkers in staat stelt om optimaal te presteren, waarin, wanneer je een omgeving voor ze weet te creëren. waarin ze met een duidelijke doel van de organisatie, dus de missie van je organisatie. in staat zijn om hun creatieve vermogen te, te gebruiken, ja, dan zul je zien dat je als organisatie dat aanpassingsvermogen hebt. dat die bevlogenheid vergroot wordt, dat medewerkers eigenlijk meer productiviteit leveren voor dezelfde hoeveelheid arbeid. en dat dat veel krachtiger is dan bijvoorbeeld. Uh, alleen maar bezuinigen of we de druk op, uh, op medewerkers uh, opvoeren. En ik vind het bijzonder mooi wanneer het op een of andere manier lukt om dat binnen de Raad van Bestuur inzichtelijk te maken.